Op 30 juni en 1 juli is de dag van het wat. Maar ook in wat is Friesland een soort activiteiten. Ze kennen jou in Marren, bij de zedigste tour, meidwam met een panoramatocht. Ook je Visbeek lid een stuk van een route zien. Met de kwarte tocht rijden we eigenlijk gewoon het paard bij Bron. Dan gaan we achter de dikdeel, zo helemaal. U is voorbij. Hier gaan we weer een dik oergang. En dan, als je er doorheen gaat, kom je bij het tempeltje van Itz Willemsma uit. Daar kan je dus op de dik even uitzien over het gebied. He? Want daar helemaal verder, nadat de Waddenzee ophoudt, gaan we Ameland, tjien oerhuis, als eiland. En met helder waar is dat heel goed te zien. Mijn man is gids ondertijd. Die vertelt over verleden, heden, over flora en fauna, over de Tweede Wereldoorlog. Nou ja, dat is historie dan. Hoe het gebruik van het gebied is. Dus hoe Friske Geer ermee het gebied hanteert, om zo maar te zeggen. We komen ook bij het nieuwe gemaal wat in aanbouw is, komen we langs. Wat er nog meer achter de dik te bezien is, is werd, vlakbij werd we over de dik gaan voor de rondtocht het gebied in. Haal je hier de plaats van het Friske Geer en daar is een kweldercentrum. Daar kan je in en dan kan je dus ook allerlei informatie vinden over flora, fauna en historie en neem maar op. De meesten kennen zonder betaling dus mij. Het is binnen die twee dagen dus echt gratis. Ze kennen dus altijd bellen. Of je doet het via de e-mail, info@cedigstetour.nl. En dan moet het altijd goed komen.